Ronnie Brunswijk heeft vandaag ervoor gezorgd dat de spontane actie in het dorp Jamaica nabij de Meursweg niet verder is geëscaleerd. De bewoners hebben uit woede de Martin Luther Kingweg nabij de Meursweg gebarricadeerd. De reden hiertoe is dat de buurtbewoner Rodney Kwasiba, die vorig jaar door de politie werd beschoten, gisteren is overleden. Volgens de bewoners heeft Kwasiba onvoldoende medische hulp gekregen, wat geleid heeft tot zijn dood. DC Marlene Joden hoorde de verhitte mensen aan. Het is ver gegaan. Het is heel ver gegaan. Was aan Sabedeleja en Aboidis Ubeka voorkoming. Ubeka voorkomen dat Aboidis aan Ubeko Sofaratide. Aboye Guadatra datre aksama sayuko do datra. Amang muse leg datra uit sumana amang. Amang nooit want die amanobe fir siki guadatra tak amagua datra of amagua habipa datra ja tak amafir koso koso. Dan nou amako de wa patiënsa e kwadatra dat amakwa datra datra aksama tak sayuko do. Met wat moet ik je helpen? Terwijl die man is die persoon die onschuldig raakt, dood is geschoten. Maar Amabe Dalibi eten, maar terwijl waarschijnlijk was hij al dood. Maar met alle hulp. If de Lanti bij Apamoro Boei, als ik het zo moet zeggen, tapaman. Dan misschien kon het, was het niet zo ver. Ondanks de aanwezigheid van de DC heeft de politie hardhandig opgetreden tegen de betogers. Er werden schoten gelost en links en rechts klappen uitgedeeld. Vice-president Brunswijk, die met de helikopter arriveerde, begaf zich rechtstreeks naar de woning van de overleden Kwasiba, waar hij de condolences heeft overgebracht. Hij deelde de familie ook mee dat de staat de begrafeniskosten zal vergoeden, omdat de jongman door de hand van de staat om het leven is gekomen. De VP gaf aan dat de mensen verhit zijn geraakt door het politieoptreden toen en nu. De politie heeft iemand per ongeluk geschoten en die persoon is vandaag heen gegaan. Dus dat is een charwantje goede goede zo. En we proberen het goed te doen. Maar als je komt naar geweld, dan is dat helemaal erg. Waardoor, dat nee, ik ben ziek, maar toch ben ik vandaag hier gekomen. Dat kan niet zomaar dat hier. Met de man, handen staan niet af buiten het proces. Met de man op een passie. En dan gaat de overheid kijken. Een soort ondersteuning, die ook je familie. Ik heb vandaag al. Wat gegeven, de man wat ik hem wat doe, de traptimtjes aan. Zijn arme mensen, Zabi, en dat na model. Ja. Maar goed, het komt in orde. VP Brunswijk heeft na afstemming met de procureur-generaal de politie opgedragen de personen die gearresteerd waren vrij te laten. Dit heeft ertoe geleid dat de betogers besloten de actie te beëindigen. Deze beslissing viel niet in goede aarde bij de politie, maar heeft tot de nodige rust geleid.